Nou, we zijn inmiddels begonnen. Noemen we nog even de datum. 16 maart vandaag DVS tegen HSC. De bal in het bezit van de Haaksbergers. Kijk, kijk, kijk. Nu is daar ruimte. DVS, kom op. Nicky van Hilten. Nicky van Hilten. Naar Roemeon. Roemeon. Trek naar binnen. Schiet! Tegen de paal. Buitenkant. Paal. Ja, Nicky van Hilten zal daar zijn handen vol aan hebben. En het was bijna wel een strafschop. Had zomaar kunnen zijn. Ja, ik zou ook appelleren als ik HC was. Ja, nog een keer terugkijken. Misschien nu een overname. Sam Crowther. Het strafschopgebied in. Balletje terug. Tikkie terug. Ja! Ja! Benjamin Roemeon. Prachtige assist van Sammy Crowther. Wat doe je dat goed. Prima. Mooie overname. En uiteindelijk de bal van... Sam Crowther die Benjamin Roemeon het balletje op een presenteerblaadje geeft. Laatste weken duidelijk beter in zijn vel. Adriaan Kruisheer. Ja, dat is goed. Oegoes. Oh, 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 oh. Prachtige bal. Mooi schot. Ingooi DVS. Een paar leuke potjes ook in de regio. Scherpenzeel tegen de buren VVOG. Staat 1-1. 1-1. Nee, VVOG toch teruggekomen. Koploper Excelsior staat 2-0 voor op buitenpost. Ik zag ook dat in de tweede divisie is een mooi potje HHC. Oh, even opletten. Ja, Stef Nijland. Afdrukken. Maarten, Maarten. Oh, jammer, jammer, jammer. Mikte voor de bovenhoek, denk ik. Kan Kruisheer daartussen komen. Ja, die bal is vrij. Die steken misschien naar... nee, het gaat naar Stef Nijland. Die wil naar zijn rechterbeen uiteraard. Kruisheer. Kruisheer zoeken naar Maarten van Dijk. Kan je hem goed meenemen? Balletje gaat richting de goal en die zit erin. 2-0 voor DVS. Mooi balletje, Adriaan Kruisheer. Goeie opzet. En met wat fortuin gaat die bal tergend langzaam richting tweede paal. Bob Peterman keek erna en is voor de tweede keer geklopt vandaag. Nou, heerlijk voor DVS. Dat kunnen we gebruiken. Vertrouwen richting de tweede helft ook gaan strakjes met een wat ruimere voorsprong. Oegoes doet hij handig. Nu Ialushin. Ialushin 1 tegen 1. Moet Ben Moussa een beetje gaan helpen. Hij verrommelt zich er voorbij. Kan hem ook gaan voorgeven. Ja, bal is in de 16. Oeh, opletten. Sam Crowther helemaal terug. Oegoes op geplaatst. Tweede poging is er. Bal ja, uiteindelijk achter voor een doeltrap. Kijk, kijk, kijk. Mooi hoor. Oh, mooi direct gespeeld DVS. Kruisheer. Prachtig paasje. Roemeon. Had hem gelijk op de plof kunnen nemen misschien, maar ja, ik weet het niet. Ja, ik denk dat hij wat hoog uitkwam, die bal. Die aanname, ja. Nu weer een hele mooie aanval hoor. Heel direct. Ik snap al wat je bedoelt. Hij heeft wel een sierlijke stijl, de middenvelder. Ja. Maar goed, hij wordt meestal geneutraliseerd. Nu direct de bal op Roemeon. Nou, loop maar door. Ja, ja. Nou, oh, wat is dit? Dit is de vraag wat je nu gaat doen. Hij is ver uit zijn goal. Direct rood. En, ja, overduidelijk. Hij kiest ervoor inderdaad om de doorgebroken speler neer te halen. Ja, lijkt me erop dat de wedstrijd gespeeld is dan. He, toch? Ja, nou ja, zou je zeggen. Maar ja. Supporters herinneren de assistent eruit dat er ook iemand uit moet. Nou, dat zullen ze niet vergeten. Het is Ialushin. Ialushin mag gaan douchen. Laten we hopen dat DVS snel die derde erin schiet. En dan ook gewoon lekker doorgaan. Goed werk weer van Maarten van Dijk. Ben Moussa. Dean Bredewold. Nou, loopt Crowther. Sam Crowther. Heel goed. Prachtige paas. Goed gezien. Stef Nijland gelijk. Sam Crowther! 3-0! Heerlijke aanval. Nou, er waren 6 minuten voor nodig in de tweede helft. En zo is het hier wel duidelijk dat DVS 3 punten gaat pakken. Korte corner, Nicky van Hilten. Naar Maarten van Dijk. Gaat hij richting tweede paal. Stokkers. Op de voetjes van Sam de Wit. Nou, die raakt hij goed zuiver. Misschien een nieuwe poging nu, als Kruisheer hem kan haarspelen. Precies. Kijken. Houdt simpel. Houdt de bal nog even in bezit. Kijkt. Mee opgekomen Roland Baas. Dit is mooi. Kan heerlijk, wat, heerlijk. Mooie driehoekjes. Maarten van Dijk. Nicky van Hilten. Nou, nu dan. Roemeon! Ja, dat hebben we nog niet meegemaakt dit seizoen, denk ik. Maar we staan 4-0 voor. Goed van Nicky van Hilten, pakte ook een beetje gunstig uit. Hij dacht niet aan zichzelf, maar gaf hem aan Roemeon. En die maakte 4-0 van voor DVS. Ja, ik denk dat Sam Crowther of Kruisheer misschien nu lekker mogen gaan zitten. Ja, Kruisheer. Dus ja, wederom weer een prima potje voetbal voor Adriaan Kruisheer. Goed om te zien. En voor hem in de ploeg komt Owen Muller. Even kort om hem dan te verleggen naar Roland Baas. Die staat lekker in het zonnetje. Balletje naar Moktar. Even achter het standbeen. Dan gaan we nu samen met Roland Baas. Nee, hij gaat zelf naar binnen. Franco Lijven. Nou, leg maar goed. Gewoon doen. Dat is jammer op de handen van de doelman. Moktar uit het duel blijven. Bal voor de pot in de handen. Nou. En hier dus 4-0. Jorik Priem, even kijken. Kan die er nog mee? Nijhoff geeft even een zetje. Beetje geïrriteerd. Krijgt ook de kaart. Rode kaart. Ja. Duidelijk geïrriteerd. Geeft Jorik Priem een duw. En die duw levert hem een schorsing op. Niet handig van de linksback. Domme actie. Laat ze zich even gaan. En, nou, nu is het 11 tegen 9. Is het Dem tegen Volendam. Nou, DVS goede zaken. Winnen mooi met 4-0 van... HSC, maar laten we scherp zijn en ook volgende week, als we weer thuis spelen, dan tegen Eendijk, een mooi resultaat neerzetten.